Ik wil altijd een boek schrijven waar ik mezelf mee amuseer. Dat is altijd mijn bedoeling. Voor deze roman schreef ik gezellige verhalen en ik was echt van plan, ik had die titel al klaar, dat dat heel gezellig voor mezelf moest gaan worden. Maar die verhalen werden niet zo gezellig. En ik had het mezelf ook weer vreselijk moeilijk gemaakt. Dus, maar dat was hiermee ook. Ik ben met elk boek altijd vast van plan om vooral een fijne tijd met dat boek door te brengen, die jaren dat ik het schrijf. Dus ik ben nooit doelgericht bezig met dit gaat een bestseller worden of dit gaat heel veel mensen aanspreken. Nee, ik wilde eigenlijk met Phone wilde ik teruggrijpen naar de charme die de leegte van Rusland in de jaren 90 op mij heeft uitgeoefend toen ik nog klein was en daarheen ging. En dat verlangen naar een vacuüm, naar een tijd die nog onbestemd is, naar een leven waarin nog niet alles is uitgestippeld. En dat verlangen heb ik eigenlijk in de hoofdpersoon willen neerzetten. Ja, dat is een vrouw, hè? Ja. Ja, die overigens, als ik het goed lees, terugkijkt op haar leven een beetje. Hè? Ze is al wat ouder. Ze is 50 maar. Maar iedereen schat haar ouder. Ja. Maar dat komt waarschijnlijk omdat haar man een stuk ouder is. En omdat zij nogal een beetje ziek en neurig type is. Waarin ik mezelf ook wel herken, want dat ben ik ook. En zij kijkt vooruit, ze droomt het verleden in feite. Hè? We zijn altijd geneigd om te denken dat je droomt over iets wat in de toekomst ligt, of waarvan je zou willen dat dat in de toekomst ligt. Maar ik denk dat we net zoveel dromen over datgene wat gebeurd is, om het een plek te geven of om ermee door één deur te kunnen. En dat is wat zij doet aan de lopende band. Ja, is dat zoiets als dat je... Dat dingen gebeuren in je leven en dat je je eigen verhaal ervan gaat maken. Ja, maar dat doet iedereen, denk ik. Maar dat doet zij ook, hè? Dat doet zij heel sterk. Ja. Omdat er enkele ingrijpende dingen zijn gebeurd die ze niet goed kan of niet wil bevatten. En het is in feite een pleidooi. Zij breekt een lans voor het sprookje. En dit hele boek breekt daar een lans voor het verhaal.